In Avro Close-Up, de spannende geschiedenis van superhelden als Superman, Spider-Man en Batman. Ze komen uit alle hoeken van het heelal. Bezitten krachten waar wij slechts van dromen. En willen hier het kwaad bestrijden. Ze staan bekend om hun kracht, hun standvastigheid, hun intelligentie en hun moed. Sommigen zijn goden. Anderen komen uit de hel. Wrekers, avonturiers, nachtwezens. Alle hebben ze een missie, een heldenreis, een lotsbestemming te volbrengen. De mensheid helpen. De superhelden waren voor het eerst te zien in stripverhalen. Daarna waren ze te horen op de radio. Get that man away from there, Kino. Boss, beat it. It's him, I see him now. It's the man with the red cape. Toen kwamen ze op de televisie. En in de bioscoop. It's Superman! Al meer dan 60 jaar vormen deze overdreven personages een bron van sensatie en vermaak voor miljoenen mensen. A superhero is anyone who can do stuff I can't do, but I wish I could. The guys that were willing to basically do things that we as mortal men like would never like have the courage to do. Power, strength, and intelligence. Those are the three magic words to make a superhero. We all want to save the world. We all want to be the hero and defeat the big bad villain and win the girl in the end. People need role models, and if you think about it, there are really so few in the world today. Vanaf het begin der tijden heeft de mens bovenmenselijke goden en helden verzonnen die gestalte moeten geven aan het ideaal van perfectie. A superhero is a figure of modern mythology. It's a 20th century version of the classic mythological and folkloric heroes: Odysseus, Zeus, Achilles, Diana the Huntress, Cuculain from Celtic mythology. In het Oude Testament had je Samson, die tempels vernielde om zijn vijanden te verslaan. In de middeleeuwen was de held een ridder die draken bevocht en prinsessen redde. Hedendaagse superhelden weerspiegelen de stedelijke, technologische maatschappij die ze heeft geschapen. Superhelden zijn zo'n intrinsiek deel van de volkscultuur dat het lijkt alsof ze er altijd geweest zijn. Maar in feite zag de eerste superheld pas het licht in 1938. Amerika had zwaar te lijden van de misdaad en de bendes. De crisistijd veroorzaakte een grote economische malaise. Hitler was op weg om de wereld te veroveren. Het moreel daalde naar een dieptepunt en Amerika snakte naar een held. It was the beginning of a war period in the world and people were looking for even fantastic solutions to the problems of the world. Twee tieners uit Ohio, Joe Shuster en Jerry Siegel, hadden de oplossing. Ze verzonnen een personage dat Amerika zou redden uit de nood. Een held die van Amerika weer een trots land zou maken. De eerste echte superheld. The Man of Steel, Superman! Zoals de meeste superhelden maakte ook Superman zijn debuut in een stripverhaal. Strips waren vanaf 1890 al te lezen in kranten. Maar pas in 1935 verschenen er ook stripbladen. Na 4 jaar vonden Siegel en Shuster eindelijk een koper voor hun held. DC Comics uit New York. Voor het eerste verhaal over Superman lieten Siegel en Shuster zich leiden door hun passie voor science fiction. Ze herschreven het klassieke verhaal van Mozes, het kind dat te vondeling werd gelegd. Net voor de planeet Krypton ten onder gaat door een vreselijke explosie, stuurt een wetenschapper zijn zoontje in een experimentele raket richting aarde. Het kind wordt gevonden en geadopteerd door het echtpaar Kent. Hij verbijstert ze met zijn enorme kracht.
Als de jongen groter wordt, komt hij erachter dat hij over gebouwen kan springen, enorme gewichten kan tillen en harder kan lopen dan een trein in volle vaart. Hij besluit om zijn titanische krachten te gebruiken als Superman, held der onderdrukte. In juni 1938 zuist Superman voor het eerst door de lucht, in DC Action Comics nummer 1. De eerste oplage van 200.000 exemplaren was meteen uitverkocht. Al gauw werden er 1 miljoen Action Comics per maand verkocht. De gouden eeuw van de stripbladen was aangebroken. When the first issue of Action Comics hit the stands, literally Superman was the icon that he is now, right off the bat. He was in every issue of Action. After that, he got his own title. He was made into an animated series of cartoons, had a novel published about him, was in the movies in serial form. Within a year, all this stuff was in the works. Wat ook bijdroeg aan Supermans aantrekkingskracht waren zijn felgekleurde futuristische cape en strakke kostuum. Een stijl die vaak gebruikt werd voor science fiction illustraties. I think they were simply going for a circus strongman look for Superman. He was kind of like a Samson type character and those guys wore, you know, skin tight stuff to show off their muscles. In the static world of drawings, I think a cape is there to show that he's moving fast or slowing down or turning. De Duitse filosoof Nietzsche was de eerste die de term supermens gebruikte. In 1883 voorspelde hij een bewind van Übermenschen. Adolf Hitler gebruikte dit idee voor een superras dat de wereld moest gaan regeren. Jerry Siegel bewerkte het idee van mensen die de wereld zouden overheersen tot een held die alle volkeren zou dienen en beschermen. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. Isn't that what it comes down to, truth and justice, and maybe not necessarily the American way, but, you know, just a way of life, a certain way of life that Superman kind of stood for. Een van de eerste heldendaden die Superman verrichtte, was een onschuldige man redden die anders zou zijn gelyncht. I ain't guilty, I tell you. Hanging's too good for you. Go on, scatter. This prisoner's fate will be decided in a court of justice. Superman is the kind of story that you could tell about good and evil to a four-year-old. It exteriorizes everything, so you can get a kind of grip on it. It gets you used to the idea that there is some kind of struggle, and hopefully it alerts you that someday you're going to have to enter that struggle yourself. The moral aspect about any superhero was that they try to do the right thing. Saving somebody from a lynch mob, stopping a wife beater from hitting his wife, is the right thing to do. Given a realistic problem, a surrealistic problem, a larger-than-life problem, whatever, they will at least try something to make things right. Net als Hercules, Odysseus en andere mythologische helden, legt ook Superman een heldenreis af volgens het klassieke patroon. Dat is de theorie van Joseph Campbell, 's werelds grootste autoriteit op het gebied van de mythologie. Een doorsneeman, in dit geval de zachtaardige journalist Clark Kent, hoort de roep van het avontuur en moet die beantwoorden. Tijdens zijn zoektocht heeft hij al zijn krachten nodig om moeilijkheden te overwinnen en uitdagingen aan te gaan. Easy, miss. I've got you. You've got me. Who's got you? Meestal overwint hij. Who are you? A friend. Bye. De avonturen blijven min of meer dezelfde. Maar door de jaren heen wordt Superman anders afgeschilderd om bij het publiek in de smaak te blijven vallen. De populariteit van een aantal andere, meer lugubere superhelden in de jaren 90 zette DC Comics aan tot een nogal gewaagde stap met hun paradepaardje. We were frustrated that the stuff that Superman stood for was obviously out of fashion. We took it upon ourselves to show the world what it would be like if Superman was gone. Ze vermoorden Superman. De editie van januari 1993 kwam compleet met zwarte rouwband in de winkels te liggen. It was the biggest selling storyline ever in the history of comics. And it put Superman back on the map. We made Superman cool again for the kids today. And it really paid off. De boodschap was duidelijk.
Superman herleefde en is vandaag de dag, 60 jaar na zijn geboorte, nog steeds niet weg te denken. That was a great scoop. Yes, Chief. Thanks to Superman. Er is maar één andere superheld in de eregalerij der grote die kan tippen aan het voortdurende succes van Superman. I'm Batman. Batman, de gemaskerde wreker, vormt een andere, duistere benadering van de klassieke heldenreis. Overdag is hij een rijke playboy. Maar als hij de roep van het avontuur hoort, daalt hij af naar Gotham City, een lugubere versie van de sombere zelfkant van New York City. Hier bestrijdt hij het onrecht, maar op zijn eigen, angstaanjagende wijze. Batman werd geschapen door Bob Kane, een jonge striptekenaar die voor dit nieuwe personage uit meerdere bronnen putte. De dubbele identiteit van een gekostumeerde kruisridder ontleedde hij aan de eerste Zorro-films. Don Diego, overdag een rijke heer, trok 's nachts in Zorro-kostuum ten strijde tegen het onrecht. Het idee van een mysterieuze stadsbeschermer haalde hij uit de populaire flutroman uit de jaren 30, The Shadow. En voor de vleugels bestudeerde Bob Kane tekeningen van Leonardo da Vinci. Verder werd hij beïnvloed door het populaire boek De Vleermuis en door de film De Vleermuis Fluistert, een voorloper van Dracula. Met al deze ingrediënten brouwde Kane een sfeer van schurkachtige geheimzinnigheid. Het resultaat? Een gevleugeld nachtwezen. Het is niet een klein ding om hem in een batsuit te hebben. To create an almost perfect visual icon. It is the single coolest costume in all of comic book history. We always say, you know, the Nazis always look better in war movies because they have the cooler costumes. The bad guys always have cooler costumes, and Batman's a guy who dresses up like a bad guy. He's not as namby-pamby white bread as Superman is. Batman maakte zijn debuut in 1939, net een jaar na Superman. De georganiseerde misdaad vierde nog steeds hoogtij in Amerika. Elke misdaadbestrijder, ook al was hij verzonnen, werd warm onthaald. Het eerste Batman-verhaal laat zien welk effect geweld heeft op de jonge Bruce Wayne als zijn ouders worden vermoord door een overvaller. What is this? A stick-up, buddy. I'll take that necklace you're wearing, lady. Leave her alone, you. You asked for it. Thomas, help! Please help! This'll shut you up. Father. Mother! I swear to avenge their deaths by spending the rest of my life warring against criminals. De jaren gaan voorbij. Bruce Wayne wordt een uitmuntend wetenschapper en maakt van zijn lichaam een perfect getraind instrument. My disguise must be able to strike terror into their hearts. I must be a creature of the night. Als antwoord op zijn vraag vliegt een enorme vleermuis door het raam naar binnen. That's it. I shall become a bat.